Cool! Dames en heren, welkom bij Elfila Walila, ongehoorde verhalen. Vandaag zitten we hier met Fouet Lakbir. Zwaai maar even, Fouet. Yes. En Naomi Nachtegaal. Doe je ook een zwaaitje, Naomi? Ja, cool. En ik, Margreet van der Vlies. De gedachte is, Naomi, Fouet en ik hebben elkaar een aantal blinde vlekken die we vinden over de samenleving, dingen die rondom ons spelen, waar we mee bezig zijn, hebben we bij elkaar verzameld. Daar hebben we kaartjes van gemaakt. En de gedachte is dat wij 1 of 2, misschien 3, afhankelijk hoe snel we praten, kaartjes uitkiezen. En dan gaan wij ieder van ons onze reflectie daarop geven. En ja, voor jou, luisteraar, is het misschien ook heel erg leuk als je daarop zou willen reageren. Of misschien niet. Maar dan hoor je 3 verschillende perspectieven op 1 blinde vlek. En misschien vind jij het helemaal geen blinde vlek. Maar als je ons hoort, denk je, is misschien toch wel een beetje een blinde vlek. Of wat zeuren ze nou? Laat het ons weten. Oké, kaartje 1. Maar waren we niet de vorige keer gestopt met een kaartje waarmee we weer gingen beginnen? Jij hebt helemaal gelijk. Zullen we dat doen vandaag? Of zullen we toch een nieuw kaartje kiezen? Dat laat vraag ik aan jullie, mijn lieve mensen. Naomi, Poet. Welk kaartje was het? Ik ben aan het zoeken, want ik weet het wel, maar ik moet hem vinden. Heb ik hem achterin gezet? Oh ja, achterin. Keurig netjes achterin bewaard als voorbereiding. Dat was geloof. Een heilig huisje. In hoeverre mag je twijfelen aan je geloof? Ja, dat vind ik wel een mooie. Ja, een mooie. Vind je dat een mooie om de ochtend en deze Zoom-meeting mee te beginnen? Oké, het is een tekst dat ik heb geschreven. Zal ik beginnen met mijn reflectie daarop en waarom ik dit heb geschreven? Ja. Oké. Er zijn een heleboel geloven om ons heen. En voor iedereen is dat de waarheid. En iedereen heeft ook gelijk. Iedereen heeft gelijk. toch merk ik soms dat er een soort taboe rust, een blinde vlek taboe, op het mogen betwijfelen van jouw geloof of waar jij van huis uit voor staat. Ik bijvoorbeeld moest katholiek gedoopt worden, omdat ik anders niet naar school mocht. Ik woonde toen op Sint Maarten en om toegelaten te worden op die school, moest ik katholiek zijn. Ook al praktiseerden we thuis niet. Ik vond dat toen als klein meisje van 6, toen kreeg ik mijn eerste... Nee, toen werd ik gedoopt. Ik werd op mijn 6e pas gedoopt. Maar mijn ouders dachten, ach, laat dat wezentje. Normaal word je met een paar maanden gedoopt in de katholieke kerk. Ik pas met mijn 6e of mijn 5e, weet ik veel, ik weet niet meer. Maar en een mooie jurk aan en toen werd er water over mijn hoofd gegooid. En ik vond het allemaal zo vreemd. Ik vond het wel mooi. Ik was dol op de ritueel. Ik ben zo nog steeds gek op rituelen. En soms moet ik om verschillende reden ook weer naar de katholieke kerk. Omdat er misschien iemand overleden is. Of er is een doop. En ik ga mee en ik eer al die rituelen. Voor de meeste snap ik waarvoor ze zijn of waar ze vandaan komen vooral. Niet waar ze voor zijn, want soms is dat niet meer relevant in deze tijd. En ik vond het als klein meisje al raar dat ik alleen als ik water over mijn hoofd kreeg, naar school mocht. En ik merk nu, ik ben een volwassen vrouw, ik praktiseer niet. Ik heb eigenlijk nooit echt gepraktiseerd, behalve als ik in de kerk ben. Dan weet ik staan, zie ik staan, zitten, knielen, zitten, staan. En alle liedjes weet ik op te zoeken in het rode boekje dat voor me ligt. En dan zing ik lekker mee. En dan is er op een gegeven moment een moment dat iedereen elkaar moet omhelzen. Dan omhelzen vreemde mensen, dat vond ik altijd vreemd. Maar ik deed vrolijk mee. Nu merk ik bij... Hey jongens, even stillen. Ik ben even aan het kletsen. Die horen er ook bij. Niet bij de kerk. Ik merkte nu bij vrienden die van anderen geloven dat daar ook een paar heilige huisjes zijn die je niet zomaar mag doorbreken. Dus, of dat ze voelen dat ze dit niet mogen doorbreken. Maar wel met mij erover praten.
omdat ik van een ander geloof ben en een soort neutraal gebied. En dan, maar onderling wordt er, dus van mensen die dan dezelfde geloof beleiden, niet over besproken, want daar heerst een taboe. En ik vind het super interessant. Dat is mijn perspectief op dit stukje, waarom ik dit heb geschreven. Hoe staan jullie hierin? Naomi, heb jij een gedachte hierover? Nou, ik ben zelf niet gelovig. Ben ook niet zo opgevoed. Ben altijd wel naar christelijke. Ik ben naar een christelijke school geweest. Basisschool en middelbare school. Basisschool gingen we altijd bidden en de Bijbel lezen en dat soort dingen. Oké, prima, deed ik gewoon mee. Voor mij waren het gewoon mooie verhalen en ik vond het leuk. En liedjes zingen en weet je, dat soort dingen doen. Het was altijd hartstikke leuk. En thuis werd er openlijk over, weet je, dan spraken we gewoon met elkaar erover. En ook over verschillende geloven. En, maar dus ook kritisch. Omdat, weet je, we spraken ook heel kritisch over het geloof. Mijn moeder is van huis uit katholiek. En haar man protestant. Dus dat was vroeger ook nog wel even een dingetje. Maar goed. Ja, kijk, zelf ben ik heel vrij. Weet je, in mijn gedachten over geloof. Dus dat is ook... Mijn kind wordt niet gelovig opgevoed. Maar als zij zelf beslist om een bepaald geloof aan te hangen... Weet je, dan... Oké, dan is dat zo. Dan kan ze dat doen. En, maar ik merk wel, zeg maar... De meeste mensen die ik gewoon persoonlijk ken... Weet je, gewoon in mijn vriendenkring... De mensen die gelovig zijn... Die zijn... wel heel vrij in het denken. Dus er zijn niet echt taboes wat ze niet zouden willen bespreken. Of als ik zou vragen zou stellen, dan is dat oké. Maar ik merk wel bij mensen om me heen die ik wel ken, maar niet per se mijn vrienden zijn, dat er soms wel, dat er wel taboes kunnen zijn. Want dat er geen twijfel kan zijn over wat je gelooft. Of dat je daar geen vragen over hoort te stellen. Weet je, het is gewoon wat het is. En dat ga je doen. En dat hoor je niet te betwijfelen. En dat merk ik bijvoorbeeld ook sterk bij... Soms bij leerlingen heb ik dat ook. Omdat ik lesgeef, toch? Dan is het toch een soort van klein gemeenschapje. En dan wordt er ook op een andere manier op elkaar gelet. En er wordt ook op een andere manier met elkaar gesproken. Maar goed, dat zijn ook nog kinderen, dus dat is ook weer een beetje anders. Maar ik merk het ook wel bij volwassenen, van ja, als je al een twijfel hebt, dan hoor je dat gewoon niet hardop uit te spreken. Weet je, en voor mij zelf, oké, ik kan daarin iemand respecteren, dat mag. Maar voor mij is dat heel vreemd, omdat ik alles kan bevragen. En ik mag alles betwijfelen en ik mag kritischer over denken en daar kan ik over praten met elkaar. Dus... Maar ja, ik begrijp wel wat je zegt. En ik vind dat... Aan de ene kant begrijp ik het. En aan de andere kant vind ik het ook jammer. Omdat ik denk dat juist door vragen te stellen... En met elkaar te praten... En over jezelf soms twijfel te voelen... Weet je, kan ook weer groei zijn. Maakt niet uit wat er gebeurt. Weet je, of je dan nog wel of niet je geloof wil aanhangen. Of dat je het op een andere manier wilt gaan beleiden. Of dat je nog sterker, weet je, voelt in je geloof, wat er dan ook gebeurt. Ik denk dat het heel goed juist is om vragen te stellen en met elkaar te praten. Dat gewoon te durven doen. Dus dat vind ik dan soms jammer. Cool, interessant. Nice. Dank voor jouw perspectief, Naomi. Nifuet, hoe sta jij hierin? Hoe zijn jouw gedachten hierover? En ja, zou je dat met ons willen delen? Ja, ik ben moslim en ik ben wel opgevoed met een religie. Ik kom uit een islamitische omgeving. Voor zover ik mij het goed kan herinneren, was mijn hele omgeving islamitisch. Vandaag de dag is dat wel anders, maar ik ben wel echt met zo'n omgeving opgevoed. Ik kan me wel herkennen in dat er, in sommige groepen geen ruimte is voor twijfel. Ik denk dat elk individu daar zijn eigen ruimte voor kan claimen
En als diegene ruimte ervoor claimt, dan is die ruimte er vaak ook wel. Maar in een groep beweeg je uiteindelijk anders. En wat ik zelf, als ik terugdenk aan mijn jeugd, aan de tijd dat ik in een klas zat, een klas waar Naomi het over heeft, een middelbare schoolklas, kan ik mij nog heel goed herinneren dat ik heel onzeker was over mijn religieuze beleving. En dat ik ook niet zo goed wist in hoeverre ik anders mocht zijn binnen die religieuze beweging. Dat is heel lastig. Dus ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik soms bepaalde dingen interessant vond die mensen vanuit religieuze kaders niet vonden kunnen. Tijdens mijn middelbare schooltijd was dat soms muziek, was dat dans, vriendschappen met vriendinnen, dat soort thema's. Als ik eraan terugdenk, dan denk ik van, wow, wat maakt elkaar het leven zuur. Maar in de loop der jaren heb ik zelf ook een fase gehad waarbij ik eigenlijk het sporen verbijster was. Dat was begin 20. Toen ik begin 20 was, is er een periode geweest dat ik me niet tot het gebed kon zetten. Ik kon niet bidden zonder gevoel. En toen heb ik eigenlijk voor het eerst echt gevoeld hoe het is om... is dat twijfelen? Ja, misschien kunnen we dat twijfelen noemen, maar voor mij was het veel meer dan twijfelen. In die fase kon ik niet goed terecht bij mijn omgeving. Dus ik, mijn vrienden die ik destijds had, die hadden zoiets van, hoe bedoel je? Hoezo? Je maakt het wel eens te moeilijk. Bij de moskee waar ik gewend was om naartoe te gaan, had ik hetzelfde. En ik had geluk, want ik heb destijds heb ik een groep ontmoet via een vriend van mij, waar ik tot de dag van vandaag mee bevriend ben, een Soefi groep, een Turkse Soefi groep. En het bijzondere van die groep was dat ze twee keer per week in een cirkel zaten. Dus eigenlijk twee keer in de week organiseerden zij eigenlijk een soort meeting, waarbij we dan in een cirkel zaten en niks was een taboe. En dat heeft veel met mij gedaan. Dus dat je eigenlijk alles kon bespreken. Neem het. Thematiek rondom het aangaan van relaties. Muziek. Kledingdracht. Eten. En doordat ik daar heel veel heb kunnen delen en kunnen luisteren, heeft het wel ruimte gecreëerd in mijn hoofd voor ook twijfel. Dus het bevragen van dingen, doorvragen van dingen, maar ook de ruimte voelen om je eigen interpretatie te accepteren. Dus daardoor beweeg ik mij op een bepaalde manier in de islam, waar ik mij goed bij voel. Het voelt in mijn geval, ik voel mij prima. Ik maak mij niet zoveel zorgen. En nog altijd word ik geconfronteerd. Hè? Het is nu bijvoorbeeld Ramadan. En in het begin van de Ramadan had ik een periode, 2 dagen achter elkaar, waar ik gewoon helemaal niet mezelf kon toezetten om te vasten. Ik werd duizelig, ik zat er niet lekker in. En ik moest werken en ik kon niet focussen. Dus op een gegeven moment dacht ik van, als het vasten mij helemaal dizzy maakt, dat ik me moet ziek melden van mijn werk, dat is niet de bedoeling. Dus om die reden heb ik toen gekozen ervoor om niet te vasten. Maar als ik niet vast, dan drink ik koffie. Dus ik dacht, als ik toch niet vast, dan ga ik toch koffie drinken. Dus ik stap op mijn fiets naar Fuku, op de Bosselommeweg. Ik sta bij Fuku in de rij. Ik sta te wachten. En ik zie op een gegeven moment, echt, ik heb van die sniper eyes. Ik zie een man aankomen die ik herken. Man waarvan ik ook weet dat hij anders kijkt naar de religie dan ik. En ik sta in die rij en ik begin al smoesjes te bedenken. Van, ik ben koffie aan het halen voor mijn buurvrouw.
Wie haalt er koffie voor zijn buurvrouw? Het is helemaal niet coronaproof. Ja, ik sta als hobbyist, als afkikker misschien in een rij. Ik zat allemaal dingen te bedenken. En toen merkte ik ook van bij mezelf dat ik geen ruimte in mijn hoofd had om te twijfelen of om iets anders. Dit gaat niet over twijfelen, maar dit gaat over ruimte voor jezelf claimen binnen de community. En ik had van alles al ingevuld. En toen kwam hij. Stond hij naast mij. En hij zei tegen mij van, hey, hoe gaat het? Wat ga je doen? Ik zei, ik ga koffie halen. Nee, dat was oké. Okay. En toen dacht ik, jeetje, ik heb het helemaal voor mezelf ingevuld. Ik heb de ruimte om op mezelf te zijn helemaal weggegeven. En eigenlijk was dat helemaal niet het geval. Het kon prima. En datgene heb ik heel vaak meegemaakt. Dus heel vaak heb ik gedacht dat dingen niet bespreekbaar zijn of dingen taboe zijn. Maar ik heb eigenlijk heel vaak meegemaakt dat die taboes vaak hierin zitten, maar niet om mij heen. Mooi voor je. De angst in jezelf, terwijl het taboe misschien niet eens echt bestaat bij velen. Ja, ik denk dat dat wel het geval is. Maar het is wel, het is, twijfelen binnen een bepaalde religie is wel een lastig thema. Het is een heel lastig thema, ook voor jezelf persoonlijk. Hè? Van twijfelen, ja, nee. Zelf, denk ik. Bestaat God echt of niet? En ook de twijfel van, hey, als ik niet God aanbid, en er is een kans dat er wel God is, dan heb ik al die tijd niet gebeden. Shit! Ja. Of andersom, ik heb al die tijd geïnvesteerd in God, maar God is er niet. Die gedachte, die heb ik vandaag de dag niet meer. Maar in het verleden heb ik wel eens, vooral toen ik begin 20 was, heb ik wel eens dat soort gedachten gehad. En dacht ik van, wow, moet ik... Ja, en eigenlijk is die ruimte om te praten is echt belangrijk. Ik heb vandaag een blauwe gloed over mogen, zie je dat? Ja. Fantastisch. En ik heb een blauwe lucht achter mij op de achtergrond. Zie je dat? Ik ben wel echt jaloers op je tuin. Ik ben van mening dat we vanaf 1 juni alle 11 Lela Walila videocasts bij jou moeten opnemen. Goed. Gaan we doen. Afgesproken. Leuk. En net op de achtergrond. Alle buurjongetjes en Pancho ook het bootje pakken. Daarom had ik mezelf even op mute gezet. Ja, ga varen. Ze zijn weggevaren, ja, dus nu is het stil. Mooi om hierover te praten. Ik merk zelf, ik ben dus, voor school was ik dus katholiek. En de rituelen, daar hou ik nog steeds van. Maar niet per se omdat ze mij zullen verlichten, denk ik. Maar ik ben eigenlijk de laatste, eigenlijk altijd al, veel meer op zoek naar wat meer de natuur... oorspronkelijke natuur, godsdiensten van al mijn voorouders. En daar merk ik dat daar ook in mijn omgeving, niet als in mijn nieuwe vrienden die ik in Nederland heb ontmoet, maar meer mijn Antilliaanse community, dat hier en daar nog wel een stevig taboe op rust, omdat mensen het heel gauw duwen op negatieve dingen als voodoo of broa of zwarte magie, terwijl het daar helemaal niet om gaat. Maar net als jij, Fouet, ik doe waar ik me goed bij voel en ik betrek niemand erbij die niet bij betrokken wil zijn. Right? Zoiets. Ja, maar heb je niet dat je hier ook met de vrienden die je hier hebt gemaakt, dat je daar wel veel over kan praten? Niet per se, want sommigen begrijpen niet precies wat dat die natuurgevoel is, maar mijn partner bijvoorbeeld wil juist heel erg. En ik heb, nou ja, klinkt... Ik niet dat ik... je hebt toch wel eens dat je Maria-beelden hebt die zijn gaan huilen of zoiets? Ja. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar ik heb wel andere ervaringen meegemaakt die voor mij, maar dat was dan mijn perspectief, heel erg aangaven van, hey, there is more dan dit aardse wereld. Er is iets om ons heen. Het zijn andere entiteiten en ik ben blij dat ze er zijn. En als ik me soms niet prettig voel als er iets te veel entiteiten om me heen zijn, dan stuur ik ze weg. Dan zeg ik, oké. Ik heb geen zin in jullie. Ga. En dan gaan ze. Maar dat zit waarschijnlijk in mijn hoofd. Misschien ben ik een beetje gek. Nee. Ja. Is het tijd voor de volgende? Of wil je nog iets toevoegen hierop, Naomi? Nou ja, ik
ik ben zelf, ik denk, ik weet niet of ik te nuchter ben voor, oké, ik denk dat er, ik ben er heel dubbel in. Ik denk dus wel dat er een soort, dat er misschien, ik weet niet of er meer is, dat kan ik niet zeggen. Oké, ik denk dat mijn standpunt in het leven gewoon is hierover, ik weet het niet en het is oké. Maar dus mijn gedachten gaan niet per se verder dan dat. Dus soms zie ik, weet je, ik kan misschien wel bepaalde dingen voelen. Of wat jij zegt, hè, dat ik het gevoel heb dat iemand in mijn omgeving is of zo. Maar goed, het is gewoon wat het is. En het is niet voor mij dat ik denk, ik weet niet of er meer is. Ik weet ook niet of ik daarachter ga komen, weet je. Misschien als ik dood ben, ben ik dan gewoon dood en is er niks. Oké, misschien is het niet zo. Ik kan het gewoon niet weten. Dus, maar voor mij is het oké dat ik het niet weet. Ja? Het was wel een apart iets toen mijn moeder overleed. Toen dacht ik wel van, oh, dat is wel, vond ik voor mezelf ook een beetje, oké, natuurlijk, ik was en ik ben nog steeds verdrietig. Maar ik vond het ook een beetje grappig dat ik dan toch naar de hemel keek. Weet je, dat er ergens toch, door, ik denk ook doordat ik naar de christelijke school ben geweest en dat je praat over de hemel. Weet je, dus dat automatisch ergens geprogrammeerd is, toch een beetje van, oh ja, kijk je naar de hemel. En dat ik ook ergens de wens had van, oh, dan zal mijn moeder ergens vanuit de hemel naar mij kijken. Terwijl ik dat eigenlijk niet per se geloof. Weet je, dus dat is dan het hele dubbele. Maar ik ben heel erg tevreden met, ik weet het niet. Wat ik voel, voel ik. En dat is oké. En dan kan ik met iedereen erover praten. En als mensen niet erover willen praten, kan ook. Of als ze dat niet begrijpen, is ook oké. Maar dat is het voor mij. Mooi. Nice. ik ga de kaartjes hier voor me houden. Zoals ik in het allerbegin beloofd dat we een kaartje zouden trekken. Vorige keer hadden we een kaartje als einde. En dat was, zoals jullie merken, zo'n groot thema. Dat we daarmee wilden beginnen in de volgende sessie. Dus bij deze, hier een kaartje. Ik vraag aan, wie had vorige keer getrokken als laatst? Jij bent aan de beurt. Ben ik aan de beurt? Nee, ik had dat kaartje, geloof is een heilig huisje, getrokken. Volgens mij... Naomi dan. Naomi. Naomi, doe mijn vinger en dan zeg je stop. Stop. Hier. Zo, ik zet hem neer. Ai, ai, ai. Kunnen jullie dit lezen? Ja. Bij de afgelopen... Ja? Bij de afgelopen... Ik ga even gewoon afkorten. AOW ongehoorde verhalen. Hebben we toch af en toe de thema's moeten veralgemeniseren. Zelfcensuur. Als gevolg van een gepolariseerde discussie in Nederland. Oké. Dus we hebben de thema's moeten veralgemeniseren. Ja. Vanwege hoe de samenleving kan reageren, denkt de media. Toch? Wanneer hebben we dat gedaan? Wanneer? Keer. Ja, ik wil niet zeggen wanneer we het hebben gedaan. Dan lezen we het in de vingers erop. Maar soms hadden we met de doelgroepen of met de partners waarmee samenwerken in het voorgesprek hele stevige blinde vlekken. En we waren dan een beetje huiverig als we ze op de verkeerde manier neerzetten. Dat mensen zouden kunnen zeggen, zie je wel? Zoiets. En terwijl het verder ging dan dat. Maar we konden niet een manier vinden om het in eerste instantie via de aankondiging op die manier te communiceren. Omdat het verkeerd geïnterpreteerd kon worden. En daarom hebben we dat geprobeerd via de artistieke uitingen wel aan bod te laten komen. En ik heb het idee dat dat best goed gelukt is op de dag zelf. Want daar ging het best diep. Maar de aankondiging moesten we heel voorzichtig doen. Terwijl een van jullie zo erover praat, loop ik met jullie naar binnen. Want ik heb 7% op mijn telefoon. En ik wil niet dat we wegvallen. Dus het wordt een beetje onrustig beeld, maar... wie wil hier allereerst over uiten? ja, dit is een lastig thema. Ja, hè? Kom maar. Oké, jullie zien me nu niet. Ik hou mijn mond. Fouet, ik geef het woord aan jou en ik zet mezelf op mute. Vind je dat oké? Ja, is oké.
Nou, kijk, we proberen met deze programma's proberen wij het gesprek aan te gaan dat we niet altijd aangaan. En daarom noemen we het ook ongehoorde verhalen. Die verhalen zijn niet zomaar ongehoord. En inderdaad, we hebben een paar momenten meegemaakt waarbij we eigenlijk het verhaal volledig wilden vertellen en dat we helaas ons toch deels moesten aanpassen om het verhaal goed te kunnen vertellen. Dat kan ik me in vinden. Maar ik denk ook dat dat een proces is. Ik denk dat je niet in één keer soms bepaalde thema's in één keer zo moet aangaan. Maar dat je stap voor stap door de jaren heen ruimte creëert voor dat gesprek. En misschien ga ik een heel gek voorbeeld gebruiken. Een heel gek voorbeeld, maar ik denk wel dat die toepasselijk is. Als kind wilde ik heel graag dansen. En dan met dansen bedoel ik popping. Vond ik echt een prachtige dans, nog altijd. En ik wilde eigenlijk op les. Al vanaf groep 8 leek dat mij geweldig. Maar ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik dus mijn ouders vroeg of dat mocht. En mijn ouders zeiden nee, dat hoort niet bij een jongen. Dansen hoort niet bij een jongen en al helemaal niet. Wat dient een dans? Dus ik dacht, oké. En ik heb het erbij gelaten. En mijn ouders hebben 6 kinderen gekregen. 5 bevallingen. En gaandeweg is er steeds meer ruimte gekomen voor dit thema. En nu heb ik een broertje van 11. Een heel jong broertje van 11. Die ook dans heel leuk vindt. En ook andere kunstvormen. En hij mag het wel. En wat ik hiermee probeer te zeggen is, soms heb je dus een generatie, en misschien wel 2 generaties nodig, om een bepaald gesprek, om ruimte voor een gesprek te voeren. En als je het pusht, als je het forceert, dan creëer je frictie en afstand, denk ik. Maar als je kiest voor die lange weg, die lange adem, denk ik dat je echt een verandering teweeg brengt. Dus dit is een beetje hoe ik ernaar kijk. Hoe kijk jij ernaar, Naomi? Ik denk dat... Ja, het is een kwestie van keuzes maken. Je wilt natuurlijk, aan de ene kant is het... We willen de ongehoorde verhalen. We willen ook een beetje, we willen ermee schuren. We willen de mensen prikkelen. En soms ook echt prikken. Zo van, wat heb jij te melden? Maar goed, om wel het gesprek te kunnen voeren met mensen, moet je ze ook binnenkrijgen. En dan denk ik van, als je een thema zo kunt neerzetten, dat je toch de mensen binnenkrijgt, waardoor zij zich uitgenodigd kunnen voelen om het gesprek te voeren. En ook er nieuwsgierig naar zijn. Van, wat is dat en wat wordt er bedoeld? En dan met je programma toch misschien die prikkeling en die prikjes kunt uitdelen. Dan denk ik van, ik weet niet of dat dan... slecht zou ik het zeker niet noemen. Het is wel moeilijk, maar ik denk wel dat het is, soms is het wel nodig. Dus dan is het gewoon de keuze die je maakt. En dan hoop je dan met de tijd, als het blijft groeien, dat je toch steeds meer de beuker in kan gooien. Ik weet het. Het heeft tijd nodig en het lijkt ook heel erg veel tijd nodig te hebben. Maar goed, het is soms te lang. Maar dan is het de keuze. Dan kun je ook, je kunt ook soms, misschien moeten we soms dan ook minder toegevelijk zijn. En zeggen van, maar dit is dan de manier hoe we het willen doen. En dan kijken we, en dan we kunnen het ook uitproberen. Hè? Van, laten we het gewoon op deze manier doen. En kijken hoe mensen reageren. Komen ze wel? Oké, het kan dus wel. Als het een angst is van mensen of van organisaties. En van, blijf voorzichtig, want anders komen mensen niet, of anders willen mensen niet horen, of mensen voelen zich aangevallen. Misschien is
misschien moeten we soms ook even die drempel over en het gewoon doen. Dus dan is het een keuze. Ik zie het als een keuze. Het is zeker een keuze, maar wat ik in het begin ook zei van die angst om niet... er is een mooi spreekwoord voor die ik niet weet, zo'n Nederlands spreekwoord. Koren aan de... Weet je dat nou ook niet? Koren aan niet. De... Whatever. Dat bijvoorbeeld een hele rechtse politieke partij, ik wil nu geen namen noemen, kan zeggen van, zie je wel, dat en dat gebeurt wel in onze samenleving, omdat dat verkeerd wordt geïnterpreteerd. En dat is net niet wat we willen voeden. Nee, maar goed, ik denk dat zo'n partij en zulke mensen, weet je, met dat soort ideeën, nu wijs ik ook met vingertjes, maar in ieder geval, ik denk mensen die bepaalde ideeën erop nahouden, altijd wel iets zullen vinden om te zeggen van, zie je wel. Weet je, dus dan denk ik van ja. Tuurlijk, maar ik wil onze groep die zo fijn met ons werkt, eigenlijk niet blootstellen daaraan. Mm-hmm. En dan toch vraag je wel over de blinde vlek te vragen. Het is een dilemma. Het is een dilemma. En ja, ik vind jouw perspectief, wat jij zegt, Naomi, wel. Van soms moet je er de beuk in gooien. En zeker. Toch voel ik een verantwoordelijkheid. We hebben wel een verantwoordelijkheid. Het ding met een beuk erin is dat je gewoon sommige mensen kwijtraakt. En terwijl ik denk, maar dat vul ik nu zo even in. Als je het met iets meer rust doet, dan creëer je ruimte. Kijk, sommige mensen komen qua gedachten en ervaringen zo van ver, dat het soms heel moeilijk is voor hun om zich te verplaatsen in dat andere verhaal. En mijn ervaring met hetgeen wat we tot nu toe hebben gedaan is dat doordat wij altijd wel eigenlijk ruimte hebben gehouden voor eigenlijk vrijwel iedereen, hebben we altijd wel iedereen ook erbij gehouden. Ondanks dat het vaak voor heel veel mensen ver van hun bedshow was. Absoluut, absoluut. Het is echt een soort balans vinden. En we doen het heel goed. We doen het hartstikke goed. En zoals jullie beiden gaven, dat stap voor stap. Ik ben soms klaar met stap voor stap. Ik wil die boom, als ik hem geplant heb, wil ik hem ook zien bloeien. Snap je? Maar dat kan soms niet. Maar die gedachte. Dus. Maar zou het op een andere manier kijken? Want wat je zegt, dat je je verantwoordelijk voelt, dat snap ik wel. Maar wat als je dat bespreekt? Stel je voor, we bespreken gewoon met onze partners of de organisatie van, oké, luister, dit is de manier waarop we het willen doen. En waarvan wij denken dat het, weet je, wat het dan ook zou opleveren. Maar dit is wat er zou kunnen gebeuren, weet je, dan is het een gedeelde verantwoordelijkheid. Sowieso is dat het al, want alles wat we in de voorgesprekken bespreken, noteer ik echt letterlijk zoals ze besproken zijn, stuur ik op en dan komt vaak het schrik-effect. En dan, want je bespreekt dan van, dit is wat we besproken hebben, gaan we hier op deze manier verder. En bijna altijd is er een klein beetje zelfcensuur. Want je doet het samen. Ik bepaal het niet, we doen het samen met de partij waar we mee het Elf Lila Walila Ongehoorde Verhaal serie organiseren. Wij mogen dat niet, we moeten met elkaar doen. En dus daar is, we bespreken het. Maar die zelfcensuur ontstaat bijna altijd na dat eerste gesprek. Als we het op papier zetten en we lezen het na, dan komt van, oké, willen we dit zo de wereld ergooien? Nee. Ja. Ja. Ik moet wel denken aan ook een keer een thema. En dat ik dacht van, weet je, schieten we ons eigen doel niet voorbij door zo voorzichtig te blijven? Ja. Omdat de partner, weet je, het gewoon heel eng vindt of niet die verantwoordelijkheid. Nou ja, wat dan ook de reden is. Weet je, dan denk ik van, oké, natuurlijk, we werken samen. Ja. Maar aan de andere kant, we hebben wel een doel. Weet je, met onze thema's en de manier waarop we dat willen neerzetten. Absoluut. Dus die balans, weet je, vind ik daar dus ook heel erg belangrijk in. Dus ik ben aan de ene kant, oké, we kunnen stap voor stap en we kunnen dingen bespreken. Maar dat bedoel ik meer met de beuk erin. Ik bedoel niet per se van, Nee, snap ik. Weet je, maar meer van, we moeten niet ons eigen doel voorbij gaan. En daar speelt de kunst en de verhalen een rol in, denk ik.
Ja. Ik vond bijvoorbeeld de editie waar Ruben La Cruz en Caroline Helweg hun installatie hadden gebouwd. Ik vond die installatie de beuk erin. Ja. Dus ik denk dat we misschien nog meer de beuk erin moeten met de kunstvorm die we in gaan zetten. Ja, want dat denk ik ook. Ja, want dan kan je die voorzichtigheid en de bescherming voor degene waar je mee werkt respecteren. Want we willen elkaar ook respecteren. Maar de beuk gooien we er dan via die vorm in. En dan ontstaat meestal tot nu toe die discussie, die diepgang. Ja. Ja, het is wat. Het is wat, hè, ja. Mensen? Leuk, ja. Leuk. Super. Hoe lang praten we al, Mr. Fouet? Want jij bent van de recordings. Ik denk een half uur, denk ik. Ja, dan stel, moeten we een eind erin breien. Ik kan het nergens zien. Maar ik vermoed het wel. Gaan we eindigen met een kaart die we de volgende keer gaan bespreken? Ja? Yes. Oké, okay. Dan ga ik even kijken hoe ik mijn telefoon met oplader erin neerzet. Zodat het niet belachelijk wordt. Zoiets. Wacht, sorry mensen, dit is niet zo professioneel deze keer. Ik ben veel professioneler anders hoor. Zeg ik zelf. Hier zijn de kaartjes. Deze twee hebben we net gedaan. Weg mee. Ja. Net als je bril net. Gewoon zo plop, ging je bril. Ja, maar ik voelde me al zo belangrijk. Ik dacht ineens, maar ik heb mijn bril op binnen. Dat kan toch niet? Dat is een hele... Ja, het is een blinde vlek. Poet. Zij stap. Yo! Yes. Ja? Van ons, yo! Ah. Leuk. Oké. Okay. Het thema voor de eerstvolgende gesprek die Naomi gaat modereren is... Zijn onze gespreksonderwerpen luxe problemen? Oké. Okay. Niks over zeggen nu. Ik zet hem bovenaan, netjes, in het zwarte envelopje. Mensen, het was een eer om met jullie, als luisteraars, in discussie te gaan met de geweldige Poe en Lakbier, Naomi Nachtegaal en mijzelf, Margreet van der Vlies. We houden ontzettend veel van jullie. We wensen jullie ontzettend veel ongehoorde verhalen toe deze komende dagen. En we zien elkaar de volgende keer. Bye bye. Ciao ciao.